We liggen klaar voor onze volgende buikspieroefeningen. We hebben net de schouders naar de knieën gebracht. En nu gaan we eigenlijk het omgekeerde doen. We leggen de handen naast de heupen en we brengen de knieën naar de schouders. Het ziet er misschien heel gemakkelijk uit. Maar je gaat merken aan een aantal keer dat je die buikspieren snel gaat voelen. Je moet er vooral voor zorgen dat je onderrug altijd netjes tegen het matje blijft. En dat je op het einde van de oefening, als je knieën bijna bij de schouders zijn, dat je een klein beetje de heupen mee hebt. Begin met een keer of 10. En als dat makkelijk gaat, dan doe je er nog maar een stuk of 5 bij. Bij deze oefening proberen we de voeten constant tegen het zitvlak te houden. Door de knieën naar de schouders te brengen, gaan we het onderste deel van de buikspieren aanspreken. Dat ziet er eigenlijk een hele gemakkelijke oefening uit, maar je moet dat toch niet onderschatten. Je gaat dat toch fel voelen in de buikspieren. En uiteindelijk, ja, je gaat op een matje liggen, lekker rustig, en je doet de oefeningetje. Er zijn ergere dingen in het leven.